Om 10:00 ochtends staan de eerste fanatiekelingen al op de Coolsingel. Ze kijken naar een wedstrijd van amateurs die het parcours van de grote mannen verkennen. Gistermiddag al gekomen zelfs. Ze hebben overnacht in een hotel hier. Waar komt u vandaan? Ik kom uit Hogeveen, helemaal uit Drenthe. Ik ben hier met mijn schoondochter. Voor haar is het, zij komt van Singapore. En voor haar is het een heel evenement. En ze kennen dat daar niet. Een eerbetoon aan Rotterdam. En Rotterdam wordt weer op de kaart gezet. Met trots, hè? Ja hoor, ik vind het geweldig. Ik vind het echt geweldig. Eerder deze week kondigde de politie protestacties aan tijdens de etappe van vandaag. Aan de Erasmusbrug hangen spandoeken. Ook begeleiden politieagenten de reclamekaravaan op de fiets. De Tour de France-liefhebber zit hier toch totaal niet op te wachten? Nee, dat denk ik niet. Alleen wij zijn al bijna 4 maanden in onderhandeling met minister Van der Steur. Zoals je op het spandoek kan zien, is hij nog steeds niet over de brug gekomen. En wij willen waardering voor het politiewerk. En op deze manier, het is helaas niet anders, maar zullen wij ons mediamoment moeten pakken. Ondertussen wordt het steeds drukker langs de kant. De uithoudingsvermogen van die mannen en dat zo'n prestatie, dat vind ik geweldig natuurlijk. U zit echt op de eerste rij, hè? Ja, dat is ook de bedoeling. Daarvoor zijn we zo voor. Anders zie ik niks. Het komt eigenlijk toch al aan. Weg. Hè, toch? Een Nederland is echt fietsland, dus het hoort hier wel thuis. Dan is het moment eindelijk daar. De renners arriveren in de binnenstad. In een zucht zijn ze weer voorbij. Daar gaan ze, op weg naar Parijs.